We zijn hier in het buitengebied van Zomerheide. Leis Zomerheide vindt het als belangrijk. Het buitengebied niet alleen is voor de agrarische sector, maar ook voor de toeristische, recreatieve sector. Maar ook zeer zeker ook voor de bedrijven die in het buitengebied gehuisvest zijn. Dat zij ook de kans hebben om zich te kunnen en verder te kunnen ontwikkelen. Nou, de reden waarom we deze locatie gekozen hebben is omdat hier een aantal speerpunten van ons programma samenkomen. Enerzijds heb je de basisschool die achter ons ligt, waar we heel blij mee zijn en uiteraard ook heel trots op zijn. En anderzijds heb je aan onze rechterhand de kerk. De kerk die aan de eredienst onttrokken zal worden. En vandaar dat die in ons programma opgenomen is, omdat we iets met die locatie zullen moeten de komende jaren. En daar zullen wij ons ook voor inzetten, uiteraard in overleg met alle belanghebbenden. Nou, als we dan doorlopen door het park, dan komen we onze volgende twee speerpunten tegen. Enerzijds de wadi, oftewel het waterprobleem. Daar hebben we het de afgelopen jaren al veelvuldig over gehad. En daar zullen we de komende jaren ook over blijven praten. De buien veranderen, ze worden heviger, ze worden korter. Dus we zullen daar als gemeente Zomeren mee in de bak moeten. En wij dan uiteraard ook. En ja, ons standpunt daarin is eigenlijk wel makkelijk. Water op de straat accepteren we, maar water in de woningen niet. Achter de wadi zie je onze uitbreidingswijk, onze nieuwbouwlocatie. En daar moeten we ook mee in de slag. Te weinig starterswoningen, te weinig seniorenwoningen. Daar gaan wij ons hard voor maken. Wij staan hier voor het gemeentehuis van de gemeente Zomeren. Leis Zomerheide vindt dat de gemeente Zomeren zo lang mogelijk zelfstandig moet blijven. Dit willen we realiseren door zoveel mogelijk taken zelf te doen, maar die taken die niet zelf kunnen doen, uit te besteden via de gemeenschappelijke regelingen. Een ander belangrijk item voor Leis Zomerheide is het faciliterende vermogen van ons gemeentelijk apparaat in relatie tot het dichterbij de mensen brengen van de politiek. En daarmee bedoelen wij dat als je als burger één keer in je leven hier in het gemeentehuis komt met een vergunningsaanvraag, dat je geen nee krijgt, maar een nee met. En daar gaan wij ons hard voor maken. Wij hopen op jullie te kunnen rekenen op 21 maart. Zoek je een lokale partij die voor de burger staat, tussen de burger staat en lokaal de voet in de grond heeft, stem dan op Leis Zomerheide. Stemmen jullie op ons, kunnen jullie op ons rekenen.